En de tweede badge, de water badge, is nu ook binnen nadat we de grass badge hebben gehaald. Lekker dit. Yo Nintendo fans, welkom bij een nieuwe Pokémon Sword Nuzlocke Challenge aflevering. Er staat hier een irritante olifant in mijn oor te tetteren. Stil! Anyway, in deze grot mogen we weer een nieuwe Pokémon gaan vangen. De eerste Pokémon die we tegenkomen. Maar eigenlijk ben ik aardig tevreden over mijn team als ik heel eerlijk ben. Wat is het voor Pokémon? Een Noibat en een Wimpot. Ja, Golissopot is wel een sicke Pokémon. Ik denk dat ik gelijk een Great Ball moet gooien. Volgens mij kan deze Pokémon namelijk wegrennen. Ik weet het niet 100% zeker, maar ik dacht dat dat wel het geval was. Dus ik moet gelijk een Great Ball gooien. Kunnen we hem vangen? Ja, we kunnen hem vangen. Lekker! Gelijk aan het begin van de aflevering. Wimpot. Ik denk dat Golissopet best wel goed is, maar hij evolueert pas op level 30. En een ander probleem is zijn ability Emergency Exit. Die zorgt ervoor dat hij soms random uit het team gaat. Tenminste, niet random. Dat gebeurt als meer dan de helft van zijn HP weg is. Maar dat wil je niet, want hij gooit dan de eerstvolgende in je team, die gooit hij eruit. En als dat dan net precies het verkeerde type is, dan heb je daar alleen maar problemen mee. Dus ja, misschien dat ik beter voor die Noivern kunnen gaan. Anyway... Kijk, dit is wel nice. Mijn Diggersby wil Bulldoze leren. Dat ga ik doen in plaats van Flail. Oh. Oh ja, hier hebben we Bidee weer. Ja. Hij gaat niet met mij battelen nu. Hij heeft geen tijd. Oh, wel. Hij heeft wel tijd. Ja, ik moet dit toch met Thwacky gaan doen. Hij heeft namelijk Psychic Pokémon die super effectief zijn tegen Stunky's Poison Type. De Stunky kunnen we niet gebruiken. We hebben niks aan de Dark Type moves van Stuffle. Omdat Psychic weer super effectief is tegen Fighting. Dus ik denk dat ik maar gewoon keihard weer met Thwacky knock-off moet gaan doen. En dan moet gaan hopen dat ik ze gewoon lekker allemaal zoals Salosis gewoon even one-shot. Jeetje, man. Thwacky voor de carry. Stuffle naar level 23. Hoppakee. Oh, Gotita is niet in één keer kapot, jongens. En Gotita, die gaat even voor een Psybeam. Dat doet altijd best wel pijn. 18 HP damage. Oh, en hij gaat nu voor een Super Potion. Oké, je zet alles op alles. Oké. Geen probleem, geen enkel probleem. Ik ga gewoon even door met knock-off. En ook met die potion ga jij jouw Gotita niet redden. Dan nu, Hatena. Was het nou Hatena die bijna mijn Nickit kapot had gemaakt, jongens? Volgens mij wel, hè. Volgens mij zorgde die Hatena voor problemen. Maar, oh, ik ben wel blij met knock-off, man. Ik denk niet dat ik knock-off heel snel moet gaan vergeten bij mijn Thwacky. Want, dat is wel een lekker movie om erbij te hebben, hoor. En daar is dan Ponyta. En Ponyta is ook een Psychic-type Pokémon. Pas als hij een Rapidash wordt, dan pas wordt hij een Fairy-type. Dus even kijken wat Ponyta kan. Ponyta kan Confusion. Ja, oké. Man, mijn Thwacky, man. Wat moet ik zonder mijn Thwacky? Oké. Ook de tweede encounter met BD. Brengt geen problemen voor mijn team dankzij Thwacky. En BD is boos. En dan wil ik wel eigenlijk even andere Pokémon gaan gebruiken hier. Anders wordt het ook zo saai, hè, als ik alleen maar Thwacky gebruik. Voor de gym van Nessa heb ik ook alleen maar Thwacky gebruikt. En daar is een Karkol. Dus denk maar goed dat ik even gewisseld heb. Kijk, want nu kan ik Water Pulse gaan gebruiken van Slowpoke. Terwijl Karkol voor Rapid Spin gaat, wat bijna niks doet. Hij was al sneller en nu wordt hij nog sneller. Nou, helemaal prima. Kijk, hoppakee. Oh, we maken hem even nog sneller. Ah joh, die speed die mag wel lekker omhoog. Doe je ding, jongen. Doe je ding. Flame Charge. Kijk, die had Thwacky niet willen hebben op zijn bakkes. Maar, ja, lekker. Precies de goede keuze gemaakt om Slowpoke als eerste in mijn team te zetten. En dan gaan we gelijk een hoop level omhoog. 550 XP krijgt Slowpoke hier maar liefst voor. Meowth naar 23. Slowpoke naar 24. Thwacky naar 27. En Slowpoke wil Zen Headbutt leren. En die moet ik sowieso leren. Want mijn attack is hoger dan mijn special attack met Slowpoke. En Zen Headbutt is een normale attack move. Ik denk dat ik dan Confusion weg ga halen. Laten we dat doen. Laten we dat gaan proberen. Dat is een move die ik normaal niet zo heel snel weg zou doen. Maar nu wel. Hey, bedankt voor deze XP, vriend. Thanks. En bedankt dat ik nu deze 3 Duskballs op mag pakken. Gaan we eens even kijken welke Pokémon deze mevrouw bij zich heeft. Een Roggenrola. Nou ja, dat is prima. Vinden jullie dat een Slowpoke moet gaan evolueren? Of moet ik hem gewoon lekker een Slowpoke laten? Want eigenlijk bevalt hij me ook wel als Slowpoke, hoor, moet ik zeggen. Ja, die waterpuls die moet ik wel houden, denk ik. Want het is een van de weinige watermoves die heel mijn team kan leren. Dus die is wel goed om erbij te houden, denk ik. Stunky gaat naar 24 al. En die wil Screech leren. Dat gaan we niet doen. Daar heb je niks aan. En dan hebben we hier een Timber. Nou, dat moet ook niet zo'n probleem zijn. We gaan Zen Headbutt eens uitproberen. En die missen we gelijk. Top. Dat is geen fijne kennismaking met Zen Headbutt. Nou, nu raken we hem wel. En
One hit KO. Lekker! Even de volgende item oppakken. Een Grip Claw. Daarmee ontdoe je je van moves als Wrap en Bind volgens mij. Oh, kijk. En hier zijn de Stinkies. Ik ben iets te ver doorgelopen. Ik wil dit natuurlijk helemaal niet gaan doen met Slowpoke. Want deze gasten hebben Dark-type Pokémon. En dat wil je niet met een Psychic-type Pokémon. Volgens mij gaat Hop nog vragen of ik er klaar voor ben. Ik ben nog niet klaar, vriend. Kent Stuffle eigenlijk al fighting moves, of niet? Nee! Nou, in dat geval ga ik voor Diggersby. Linoon gaat voor Night Slash op Wooloo. Oh, Wooloo heeft gelijk een probleem. Nou, ik doe Double Kick. Daarmee pak ik misschien de helft van Tevil's HP, ja? Hopelijk gaat Wooloo dan ook voor Tevil. Tevil doet Snarl. Oh, Wooloo is al bijna kapot, joh. En mijn special attack is naar beneden. Lekker dit. Oké, dit moeten we even serieus nemen. Wooloo gaat ook voor Double Kick, maar dan op Linoon. Oh, we hadden er al eentje kapot kunnen maken, jongen. Ik denk dat ik nu ook op Linoon ga. Want volgens mij was Linoon de snelste van de twee. Ja, alleen ik ben nog steeds niet sneller dan Linoon. Linoon doet Baby Doll Eyes. Dan had ik toch beter op Tevil kunnen gaan. Ah, slechte keus dit, Rick. Slechte keus. Oké, Tevil gaat opnieuw voor Snarl. En dan is Wooloo kapot. Ik overleef dit wel. Ah, arme Wooloo. Oké, ik ga nu in ieder geval Tevil uitschakelen. Zodat Tevil niet nog een keer kan aanvallen. Ja, en het zou wel even lekker zijn als Corvusquire even een Flying Type move doen op die Pancham. Dat zou top zijn. Kan je dat even fixen, Hoppy? Diggersby gaat ondertussen gelijk door naar level 24. Krijg een flink XP in deze battle. Kijk, lekker. Corvusquire doet pluk op Pancham. En Pancham is al gelijk bijna kapot. Nu gaat Pancham voor een low sweep. En die is super effective. Het is tijd voor mij om een super potion te gaan gebruiken op Diggersby. En hopelijk gaat Hop verder met aanvallen met pluk. Dat we die Pancham in ieder geval uit kunnen schakelen. Leapard, die gaat voor Fury Swipes op Corvusquire. Dat is geen probleem. Dat kan Corvusquire wel overleven. Ook al raakt hij hem wel echt 4 keer. Let's go. Pluk op... Ah, nee! Hij doet pluk op de verkeerde Pokémon. Oh, die low sweep die doet mij zoveel pijn. Ja, en mijn speed is nu ook naar beneden. Dus ik durf eigenlijk niks meer te doen. Want als ik nu door allebei de Pokémon geraakt word, dan ga ik gewoon down, hè. Dan is het gewoon over en uit. Als ik nu een Fury Swipes op mijn bakkes kreeg van 5 keer en een low sweep, dan is Diggersby gewoon dood. Dus dat kan gewoon niet. Dat moeten we gewoon niet doen. Let's go, Corvusquire. Oh, hij doet weer een move op de verkeerde Pokémon. Pancham doet Circle Throw. Ze raken ons nu allebei niet. Ik ga nu Bulldoze doen, want dan raak ik allebei mijn tegenstanders. En ik raak Corvusquire niet, want Corvusquire is een Flying-type Pokémon. En Bulldoze is een Ground-type move. Dus dat heeft geen effect op Corvusquire. Oh, maar Corvusquire die sloopt hem al. Ah, oké, Leopard is al weg. Ik ben ondertussen zo traag geworden. Stuffle gaat naar level 24. Die wil takedown leren. Nou, ik heb eigenlijk niet zo heel veel van die Dark-type moves bij Stuffle. Oké, dan. Bulldozer, Pancham en klaar. Dit was even een spannend battletje, hoor. Daar ging Diggersby bijna met zijn superhoge defense. En ja, die duo battles die zijn gewoon heel naar. Als ze allebei vol op jou gaan, dan kan je gewoon opeens een probleem hebben. Dit is heel vervelend. Maar goed, we hebben Team Biel weer een poepje laten ruiken. Oké, volgende battle. Ga nu even voor veilig, jongens. Ik zet Twacky nu gewoon even op de eerste plaats. Ik weet niet wat jij hebt. Jij hebt waarschijnlijk ook Psychic-type Pokémon of zo. Oh, een Drillbur. Oké. Dit kunnen we aan, jongens. Trouwens, als je dit nou een vette serie vindt, doe even dat blauw duimpje omhoog. En vergeet sowieso niet te abonneren, jongens. Niet vergeten. De drillbeurs gesloopt. Dus als je dat nou een goede move vond, dan moet je even abonneren. Dat is echt de beste reden ooit. Slowpoke gaat naar 25. En nu gaat hij een Onix eruit gooien. En dat mag ook geen probleem zijn. Over het algemeen heb ik wel toevallig net de goede Pokémon elke keer als eerste in mijn team staan. Dat is wel echt heel fijn. Doei Onix! En hiermee gaat Meowth alweer naar level 24. We zijn lekker aan het trainen. Even een TM'tje pakken in de grot. Sandstomp. Oh, kijk, en we zijn op een nieuwe route. Dus hier kunnen we ook weer even een nieuw Pokémonnetje vangen. En welke gaat dat dan zijn? Het is een Sudowoodo of een Koffing. Als ik heel eerlijk ben, word ik van beide niet zo heel enthousiast. Nou, laten we dan maar Sudowoodo pakken. Kijk hem nou stilstaan, jongen. Kijk hem daar nou chillen. Oh, snap. Oké. Misschien moet ik hier wel enthousiast van worden. Misschien is Sudowoodo eigenlijk toch best wel sterk of zo. Oké, kijk deze Rock Tomb move. Ik vind het niet grappig. Dit is niet oké. Kom maar gewoon even in mijn Duskbal, Sudowoodo. Niet zo lastig doen alsjeblieft, want je bent toch wel aardig sterk eigenlijk. Ik had dat niet verwacht van je. Kijk eens naar al die XP. Twacky een level omhoog, Stunky ook en Diggersby ook. Een Rock-type Pokémon. Ja, daar ben ik dus gewoon niet zo fan van, hè, Rock-type Pokémon. Volgens mij is dat het type met de meeste weaknesses. Die hebben volgens mij 5 weaknesses, dus ja, dan kan je wel sterk zijn, maar met zoveel weaknesses wordt het wel lastig. De stats zijn wel redelijk goed. Alleen de special attack en special defense zijn niet best en de speed ook niet. Nou,
Nee, ik denk niet dat dit een goede keuze is. Laat even een reactie achter als jij denkt dat Sudowoodo misschien wel een goede keuze is. Maar ik voel hem niet. En ik moet je eerlijk zeggen, Koffing die voelde ik ook niet. Want dan vind ik Stunky toch een veel leukere Pokémon. Oh, snap. En ik zat niet op te letten. En mijn Thwackie is bijna helemaal kapot terwijl ik nu deze battle moet gaan doen. Tegen een Yampertje. Dan is het denk ik safe om Diggersby er gewoon even uit te gooien. Ik zat niet op te letten, jongens. Dat ging bijna helemaal fout. Yamper doet Spark en dat raakt mij natuurlijk niet. En dat is precies wat de bedoeling was. Precies waarom ik Diggersby heb gekozen voor deze battle. Oef. Oh, en Yamper begint even te blaffen. Wat inhoudt dat nu Stunky eruit gegooid wordt? Nou ja, ook goed. Dan mag jij het even afmaken, Stunky, op deze Yamper. Wel een beetje zielig voor die mevrouw. Dat waar haar hondje gewoon eigenlijk kapot maken. Dat voelt niet helemaal goed. Caroline gooit er nu een Swoobat uit. En ik heb even gekozen voor Meowth. Omdat ik even wil kijken wat Meowth kan. Swoobat gaat voor Confusion, maar die mist mij. Kijk, dat is lekker. Dan doe ik een Metal Claw. Die doet ongeveer 1/3 van zijn HP damage. Swoobat gaat opnieuw voor Confusion. Dat doet ook niet zo heel veel damage. Dus dat is super chill. Metal Claw. Ja, dat nog 1 keer en dan moet het goed komen. Oh, hij gaat nu voor Air Cutter. Ook helemaal prima. Dat heb ik zelfs nog liever dan Confusion. Want dan kan je mij tenminste niet confusen. Ja, ik vind het wel lekker hoor, die Meowth. Met zoveel moves die not very effective zijn op Meowth. Dat is heel chill. Hallo, jij bent politieman. Heb jij een Growlithe? Daar hoop ik op. Ja, hij heeft een Growlithe. Tijd voor mij om te gaan bulldozen. Later. Ja, en nu hebben we toch al wat Pokémon op de reservebank die we eventueel in het team zouden kunnen doen. We vingen natuurlijk al aan Timber. Nickit en Wooloo hebben al in mijn team gezeten. En dan hebben we nu Chinchou, Wimpod en Sudowoodo. Maar ik denk echt dat Chinchou, Wimpod en Sudowoodo niet beter zijn dan de Pokémon die ik nu in mijn team heb. Dus ik vroeg jullie net om een mening te geven over Sudowoodo. Maar geef vooral je hele mening over het team. Wat zou op dit moment nou het ideale team zijn? Daar ben ik benieuwd naar. Ik denk dat we aardig goed op weg zijn met het ideale team op basis van de Pokémon die we nu hebben. Ja, en dan zijn we weer terug in Motostoke. En als we hier naar binnen gaan, dan hebben we de eerste challenge met Marnie. En die wordt ook spannend. En die gaan we doen in de volgende aflevering. Doe een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op dit kanaal voor iedere dag Nintendo video's. En wil je mijn live zien gamen, volg me op twitch.tv/Rickachu. En dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!